Maar toch, NAC ook, net als Barcelona, een omnivereniging? Nou, een heel kleintje, twee sporten dus. Maar jullie hebben meer plannen? Dat zou kunnen in de toekomst. Maar... Wat voor plannen hebben jullie precies? Ja, ik heb overigens die plannen een beetje geparkeerd. Niet alleen ik, dat doen we natuurlijk met samenspraak met een aantal mensen. We hebben eerst gezegd, we willen een... Het voetbal blijft core business, zonder enige twijfel. En core business, het belangrijkste. Is absoluut de belangrijkste tak van sport. Ja. Basketbal, daar zien wij heel veel mogelijkheden in. Ik denk dat basketbal in potentie absoluut de tweede wereldsport is. En heel veel mogelijkheden biedt. Dat is ook de reden dat wij gezegd dat willen we bij ons concept gewoon toevoegen. En als blijkt dat dat aanslaat, kunnen we verder gaan. De bedoeling is dat er bij het stadion een eigen sporthal komt. Ja. Nou, en daarvanaf kunnen we, op het moment dat dat zo is, kunnen we verder gaan bouwen. Dan zijn er de andere sporten waar je kunt denken. Zaalvoetbal, volleybal, eventueel handbal. Er zijn zelfs mensen die natuurlijk het woord hockey dan uit hun mond laten komen. Allemaal NAC. En dat zou onder de paraplu van NAC kunnen vallen, ja. Maar is dat... Doe dat eens kiezen voor de breedte, hè? Verschillende sporten. Je kan ook zeggen van, luister, NAC is dan niet zo'n grote club. Ik bedoel, Ajax heeft heel veel geld en kan veel investeren, maar NAC niet zoveel. Waarom kies je niet gewoon ervoor om dat geld dat je besteedt aan die andere sporten in het voetbal te stoppen? Nou, uiteindelijk hebben we natuurlijk het idee dat doordat je een veel breder concept kunt aanbieden, dat je ook veel meer mogelijkheden hebt. Dat merk ik nu ook. We zijn met een aantal mensen... Voor sponsors bedoel je bijvoorbeeld? Nou, niet, ja, bijvoorbeeld voor sponsors, dat is één. Ja, maar één van de dingen, internet, het wordt dus al gevallen. Waar zit iedereen op te wachten? Dat is content. Nou, op het moment dat je dus meerdere dingen aan kunt bieden, heb je ook meer content aan te bieden. Content is inhoud, hè? Ja, en dus dat geeft ook weer meer mogelijkheden richting... Ja, zeg maar het afzetgebied waar het naartoe kan gaan. En dat kan weer meer sponsorgeld aantrekken. Dus er zit wel, wel degelijk een filosofie achter. Maar je moet wel kijken, daarom hebben we ook gezegd, dat basketbal moet een succes zijn. En dat hoeft niet meteen van de eerste dag, de ene dag op de andere, echt heel veel profit te geven. Maar op een gegeven moment moet dat natuurlijk wel. Geloof jij nu als relatieve buitenstaander in het verbreden van de markt voor bijvoorbeeld een club als Ajax in het verleden? Ja, Ajax is de andere kant op gegaan. Hè. Die hebben cricket en honkbal en allerlei andere sporten nog gehad. En die zijn ermee gestopt. In een heel andere tijd dan nu. Ik geloof nu, ik heb discussies gehad met volleyballers en met basketballers. Die kwamen van, nou, we zouden graag onder het logo Ajax spelen. Want het geeft je natuurlijk een geweldige traction. Bestaande clubs? Bestaande clubs. Wie? Ja, de topploeg volleybal en de topploeg basketbal. Dus in Amsterdam. Wat nu Rico Astronauts is, dat zou bijvoorbeeld Astronauts Ajax of zo zijn geweest. Ja. Whatever, ja. Maar goed, dan was toch wel het punt dat we toen dachten dat we zoveel te doen hadden met voetbal, zeg maar even. Qua aandacht, qua, ook als ik mag zeggen, de brand. Ik bedoel, Ajax staat voor voetbal. Het merk. Ja, en dan is het, vind ik, heel moeilijk om daar allerlei andere sporten aan toe te voegen. Qua tijd, ik denk qua investering. Maar een hele hoop mensen zullen zeggen, blijf nou bij je doel, blijf nou waar het om gaat. Exact zoals jij de vraag net aan Roland stelde. Ik denk dat je, als je naar de toekomst, en vind ik de visie, ben ik het wel mee eens, dat het heel goed is om dat uit te bouwen en te zeggen, ja, mensen hebben behoefte aan sport. Er zijn 3, 4, 5 sporten waar mensen graag naar komen kijken. En waarom zou je dan niet van dezelfde structuren, van dezelfde support, van dezelfde medische afdeling, van dezelfde hele hoop gebruik kunnen maken? Dus ik heb er wel over gehad toen om... Ja, te kijken of je samenwerking kan vinden op gebieden waar anderen niet aan toe komen. Hm. Omdat we hebben een ongelooflijk uitgebreide medische afdeling bij Ajax. Nou, fantastische baden waar je je knieën kan oefenen. En dan kun je ook voor alle andere sporten. En dan kunnen die andere sporten ook komen. Dus ik vind dat je wel degelijk dingen kan delen. Ja. En de enige vraag is vanuit, zeg maar, management of het bestuur of wat dan ook, of je nou aandacht wil splitsen over 2 of 3 dingen. Well, dat is, Je hebt heel veel ervaring opgebouwd als sportbestuurder bij Ajax. Is je ooit gevraagd om die ervaring om te zetten voor het basketbal? Want je hebt toch je basketballiefde. Ja, nou, ik heb al een hoop gedaan met basketbal, moet ik je zeggen, hoor. Ik ben 3 keer voorzitter, 2 keer coach. Maar nog meer. Nu heb je een commerciële... Een belangrijke functie gehad bij Ajax. Ik heb de vraag van 1 club, 2 clubs eigenlijk gehad om mee te denken. En ik heb met een groepje nu een wat ruwe ideeën. Maar eigenlijk wel het idee dat we basketbal een geweldige kick zouden moeten geven. Dus dat je met een aantal mensen die basketbal een warm hart toedragen. Dan noem ik Roel Pieper, dan noem ik Hans Blankert, dan noem ik
Mart, mensen die gewoon heel lang... Mijn collega Mart Smeets, ja. 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 Denk, een basketbaldenk. Dat zou ik graag doen, ja. Daar zou ik graag een keer, daar heb ik een aanzet voor gemaakt. En ik hoop dat we een groepje bij elkaar kunnen krijgen om een paar dingen te doen. A, jeugd, want we hebben ongelooflijk veel talent, maar dat komt er in basketbal niet genoeg door. Dus je moet veel meer doen wat voetbal nu doet en wat anders tennis ook doet. Dus daar moet je veel agressiever in gaan. En we hebben zoveel grote jongens en meisjes die ja, vreselijk goed kunnen worden. Dus we zouden echt de beste kunnen zijn in Europa als je kijkt naar talent. Dus daar moet je heel veel aan doen. Dus ik zou graag Olympische Spelen 2008 willen halen. Ik bedoel, gewoon niet over 4 jaar, 3 jaar, maar zeggen, pak er 7 jaar voor. Maar dat soort initiatieven zoals bijvoorbeeld jouw basketbalplan, mag ik het zo noemen? Idee te ondersteunen. Ja. Is het enthousiast ontvangen bij... Nou, de mensen met wie ik gesproken heb, die zijn zeer enthousiast. De vraag is altijd, hoe krijg je dingen van de grond met geld en toestanden? Ik bedoel, het gaat altijd om geld, hoe je het ook wendt of keert. Het is tijd van mensen en het is dan heb je... NOC, NSF. Ja, sponsors. Je moet toch een zakelijk plan maken. Want er gebeurt niks zonder dat je ergens in investeert. Maar niet alleen recreatie, hoor. Ik vind ook de topploegen. We hebben 10 fantastische ploegen nu. In goede locaties in Nederland. En daar zou je gewoon een geweldige kick aan kunnen geven. Ik zou iedere week 1 wedstrijd willen hebben met 5 camera's. En de goede beweging, net zoals je in de NBA ziet. Dat je mooie dunks en mooie steals. Als je dat doet, dan moet je eens kijken hoe je de sport naar een hoge pijl kan trekken. Zullen we gaan kijken naar basketbal dan? Nog niet de Chinees Wang Xixi. Die komt pas straks. Dat is de Chinees in de NBA. Daar is Van Kalis heel erg benieuwd naar.